Vandaag loop ik mee in het defilé van Veteranendag. Als militair ben ik namelijk op uitzending geweest naar Afghanistan, naar Uruzgan. In 2008 was ik daar pelotonscommandant artillerie. En ik heb daar een hele mooie, waardevolle ervaring op gedaan, waarbij ik tot op de dag van vandaag heel positief naar terugkijk. En veteranen verdienen erkenning en waardering. En daar is Veteranendag ook voor. Die erkenning en waardering is belangrijk. Veteranen zijn namelijk in de meest uiteenlopende omstandigheden op uitzending geweest. Ze hebben gevaarlijke situaties meegemaakt en ze hebben vooral ook voor de vrede en veiligheid van andere mensen gevochten. Afgelopen jaren heeft het CDA zich hard ingezet voor de veteranen. We hebben ervoor gezorgd dat er een veteranenwet is gekomen. Een wet die vastlegt dat erkenning en waardering belangrijk is, dat er goede zorg is. Maar ook wil het CDA een nationaal fonds ereschuld. Dat is nu ook geregeld in het regeerakkoord. En dat zorgt ervoor dat veteranen ook een financiële ondersteuning krijgen op het moment dat ze schade hebben opgelopen. Maar niet alleen dat. Als een veteraan met pensioen gaat, dan moet ze ook een goed pensioen krijgen. En daarom gaan we voor 100% het AOW-gat dichten. Die goede zorg is zo belangrijk omdat er een klein deel van de veteranen is dat fysiek of mentaal met schade uit de uitzending komt. Er moet voor gezorgd worden dat zij zo goed mogelijk weer op de benen komen. En sommige mensen hebben levenslang ondersteuning nodig. Maar voor het grootste deel van de veteranen is het zo dat het goed gaat. Dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Ze zijn mensen die weten hoe het is om door te zetten. En veteranen zijn mensen die weten hoe het is om ergens aan het werk te gaan waar geen vrede is. Waar geen veiligheid is. En zij kunnen dus als geen ander dat verhaal vertellen hoe belangrijk het is om zuinig te zijn op wat we in Nederland met elkaar hebben.